Ik ben Tim Surma en ik ben de onderzoeksmanager van het expertisecentrum voor effectief leren aan de Thomas More Hogeschool in België. Wij houden ons vooral bezig met het vertalen van wetenschappelijke bevindingen richting klaspraktijk en het doen van onderzoek op de klasvloer. Het verhaal dat ik vandaag wil brengen voor jullie voor 50 jaar didactief is een verhaal dat gaat over de origines van expliciete en directe instructie. We merken dat er in de volksmond heel wat verwarring soms ontstaat over de begrippen die daar gehanteerd worden. En ik neem jullie vandaag mee in een verhaal dat misschien ook zelfs 50 jaar teruggaat in de tijd. Dus ik ga een viertal wetenschappelijke bronnen, wetenschappelijke origines rond instructie met jullie bespreken. En de eerste, daarvoor keer ik terug naar de jaren 60, waar Amerikaanse president Johnson, een oorlog tegen armoede heeft uitgesproken. In de VS was er toen een heel groot probleem door het feit dat kinderen die uit armere buurten kwamen gemiddeld gezien heel ver onder het landelijk gemiddelde qua prestaties voor taal en rekenen scoorden. En het doel van het programma dat president Johnson opnam, dat was ervoor zorgen dat de beste praktijken, de best practices, vastgesteld konden worden zodanig dat daar heel doeltreffende methoden konden gevonden worden om net die kinderen uit die kansarme milieus de beste onderwijskansen te bieden. Nu, de grootste doelstelling van dat project, dat later de benaming follow-through zou gaan krijgen, dat was dus enerzijds de basiskennis en de basisvaardigheden van de kinderen verhogen. Anderzijds ook de cognitief hogere doelen proberen bereiken, zoals probleemoplossend denken. Maar ook een soort van affectieve component, hè. Positief zelfbeeld van kinderen bevorderen bij alle kinderen die dus deelnamen aan het onderzoek. Het resultaat was dus een grootschalig onderzoek waar wel 200.000 leerlingen verspreid over bijna 180 scholen deelnamen. Doelgroep low income communities, zoals het vastgesteld werd. Liep van 68 tot 76 en was een gigantisch budget dat er destijds voor uitgetrokken was. Als je het zou vergelijken volgens de huidige inflatie, dan zou dat een investering geweest zijn in een soort van onderwijsexperiment ter waarde van meer dan 3,5 miljard euro's. Hoe ging dat nu in zijn werk? Nu, universiteiten konden een aantal programma's ontwikkelen, didactische concepten ontwikkelen die ze wilden uittesten. In totaal zijn er zo'n 22-tal ontwikkeld, die ze grosso modo in 3 grote categorieën konden plaatsen, die logischerwijs overeenkwamen met de hoofddoelen die gesteld werden. Je had dus programma's die cognitieve modellen benadrukten, waarbij men een soort van de cognitieve vaardigheden, de hogere orde cognitieve vaardigheden, top-down probeerde te implementeren. Bijvoorbeeld, men ging ervan uit dat je door te werken aan problem-solving, dat de lagere orde vaardigheden dat die ook wel tot een goed einde zouden gebracht kunnen worden. Affectieve modellen, die gingen zich meer nadrukken op het leggen van een positief gevoel bij de leerlingen als middel om leerachterstand weg te gaan werken. En het laatste hoofddoel, dat waren de basisvaardigheden. Dus daar ging men vanuit dat door het benadrukken van de basisvaardigheden, dat daardoor die hogere orde doelen ook wel gingen bereikt worden. U klinkt misschien nog een beetje vaag, dus ik ga een stukje in concreto gaan. Dus hier zie je, ik ga 2 uitersten nemen. Het eerste was een voorbeeld van een educatief model dat binnen die affectieve modellen zat. Het was getiteld Open Education. Ik citeer een stukje uit die brochure uit de jaren 60, hoe dat er dan aan toe ging. Nu, het EDC zegt men is van mening dat het leren wordt vergemakkelijkt door actieve deelname van het kind aan het leerproces. En het is een fundamentele educatieve doelstelling dat kinderen de verantwoordelijkheid voor het leren op zich nemen. En ze tonen als het ware eigenaarschap. Leren vindt daarom het best plaats in een omgeving waar een scala aan materialen en problemen is om zelf te onderzoeken. Problemen die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen, ingericht in open klaslokalen en zo verder. Doorgaans is er een hele grote waaier aan activiteiten aan de gang waarvan de meesten interdisciplinair zijn. Tijd is flexibel, zelfsturing is de norm en er hangt een sfeer van samenwerken waarbij kinderen ook van elkaar leren. Nu, ik heb hier een aantal dingen geciteerd uit die brochure. Je ziet ze ook straks in het Engels achter mij verschijnen. Maar eigenlijk lijkt dit als een soort van, wat nu heel vaak als een innoverende school zou genoemd worden, waar het niet dat deze tekst dus uit de jaren 60 van de vorige eeuw komt.
Een ander model dat zich in de basiscategorie van didactiek en basiskennis bevindt, dat is het model van direct instruction, dat ontwikkeld werd aan de, Universiteit van Oregon door Zig Engelmann en Kurt Becker. Zij gingen ervan uit dat het leren ontstaat als gevolg van het goed onderricht dat ze krijgen van een leraar. Als een kind dus faalt in het onderwijs, is dat omdat het niet goed onderwezen is. En dus dat is een compleet andere insteek, waarbij zij dus vanuit gaan dat kinderen door instructie te krijgen op hun niveau, met aangepaste stappen, op een stevig tempo, met veel interactie en veel feedback, en veel instructie in relatief kleine groepjes, dat zij daarbij de beste resultaten zouden gaan behalen. En uiteindelijk is het dan natuurlijk interessant om te zien waar die resultaten vandaan komen. Dus men testte op die drie doelen. En als je gaat kijken naar de resultaten voor basic skills en basic vaardigheden, dan lijkt het ook het meest logische dat de modellen die daarop inzetten het beste scoren. En zo geschieden. Je ziet hier het model van direct instruction. Dan zie je daar echt als nummer 1 staan in, in de prestaties van de leerlingen. Open education, die ik daarnet besprak, stond als laatste. Als we echter gaan kijken naar de hogere orde cognitieve doelen, dan zien we ook dat het model van direct instruction het beste scoorde en dat van open education het minst. Dat was al een eerste verrassing. Men had niet verwacht dat instructie in basiskennis en basisvaardigheden, dat dat ook de hogere orde doelen tot een goed einde zou brengen. En wat nog de grootste verrassing was, wanneer je dan uiteindelijk ging gaan kijken naar de affectieve modellen, met andere woorden naar het zelfbeeld van de kinderen, dan bleek ook het directe instructiemodel daar het beste bij te scoren. Nu, je kunt u inbeelden dat dit destijds wel een schokgolf was in de richting van de wetenschappelijke wereld, die andere resultaten voorspeld had. Want er was maar één model dat op de drie subcomponenten beter scoorde dan de controlegroepen, die dus niet deelnemen aan het onderzoek, maar een beduidend groot verschil. En daardoor is eigenlijk, zo zegt men, de resultaten van dit gigantische experiment nooit heel echt verspreid geraakt. Dit is een citaat uit een rapport dat naar de overheid gegaan is. Het is net omdat niet in elk van die modellen aantoonbare resultaten geboekt zijn, dat ze zich het niet konden veroorloven om met de resultaten naar buiten te komen. En dat vond men destijds wel jammer. De mensen die daar in de Universiteit van Oregon onderzoek deden naar direct instructie, zeiden eigenlijk, hoe komt het nu dat de bevindingen van ons onderzoek niet naar buiten zijn geraakt? Nu, hoe het er dan uitziet, die directe instructie, dat zie je nu in een filmpje hier achter mij. Je ziet Zig Engelmann, de bedenker, zelf aan het werk. Hoe ziet indirecte instructie eruit? De man heeft een groep van leerlingen voor zich, geeft uitleg, modelleert, gaat vragen stellen aan leerlingen, gaat merken dat er heel veel interactie is en wat soms in de volksmond genoemd wordt als directe instructie, als een soort van passief model waar leerlingen gewoon moeten absorberen, dan zie je in deze beelden uit de jaren 60 dat daar heel wat interactie is en dat de kinderen dus eigenlijk bijna aan de lippen van de leraar hangen om mee de basiskennis en de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. En tot op de dag van vandaag wordt directe instructie, zoals daar ontworpen, nog altijd uitgevoerd. Je moet directe instructie zien als een soort van totaalpakket, waarbij je als leraar niet enkel de didactiek een stukje voorgeschreven krijgt, maar ook de leermaterialen die je gebruikt, maar ook zelfs de training die je als leraar krijgt. Dat vormt een soort van totaalpakket, vandaar dat men het ook een systeemmethode noemt. Belangrijke nuance in dit verhaal is dat directe instructie, wanneer ik het over dit model heb, geschreven wordt met een hoofdletter. Dus DI, hoofdletter D, hoofdletter I, directe instructie. De kenmerken daarvan zijn uitvoerig beschreven in heel veel wetenschappelijke publicaties. Je ziet hier nu een aantal van de kenmerken van die directe instructie verschijnen, die ik daarnet ook al opgesomd heb tijdens het bekijken van het filmpje. Kenmerken, het is misschien ook nog wel het fluxe tempo dat de leraar erin houdt om die basiskennis en die basisvaardigheden bij de leerlingen erin te krijgen. Nu, het is niet omdat die onderzoeksresultaten extreem in het voordeel waren van directe instructie, dat dit model dus wereldwijd geadopteerd is als het onderwijsmodel om kinderen at risk om die tot leren te brengen. Meer zelfs, er is enerzijds kritiek gekomen op de onderzoeksmethoden zelf.
Ondertussen zijn de statistische methoden ook gevorderd dat men de fouten die men in de jaren 60 zou gemaakt hebben, nu niet meer maakt. Maar anderzijds is het ook zo dat het Instituut voor Directe Instructie nog eigenlijk altijd bestaat en nog altijd materialen publiceert zoals je hier ziet staan. En dat lokt in het lerarenveld soms ook discussie uit. Je ziet hier een voorbeeld van gescripte lessen, waarbij leraren volgens de handleiding van directe instructie zelfs de vragen voorgeschoteld krijgen die zij moeten stellen. En dat zorgt in perceptie wel dat mensen het gevoel krijgen dat ze een uitvoerder zijn van onderwijs, meer dan een bedenker. Dus hier gaat het over, als het is over directe instructie, met de hoofdletter DI. Maar zoals gezegd, er is heel veel spraakverwarring over directe instructie en er zijn nog andere labels daarvoor. En daarvoor neem ik u mee naar een tweede onderzoekstak. Die tweede onderzoekstak, dat is diegene die zich focust op de effectiviteit van de leraar. Namelijk, wat maakt een leraar nu effectiever dan een andere? Welke gedragingen stelt die leraar die ervoor zorgt dat hij beter is dan de andere? Dit is geen experiment zoals het vorige, maar dat moet je eigenlijk zien als een soort van studies waarin men gaat infiltreren in de klaspraktijk en men gaat kijken hoe een goede leraar dan lesgeeft. Nu, die studies zijn ook al stokoud en deze mooie quote wou ik je niet onthouden. Meer dan een halve eeuw oud, hier beschrijft een auteur dat de karakteristiek van een effectieve leraar misschien wel sterkst overeenkomt met die van een goede barvrouw. Omdat ze stipt is tegenover haar baas. Nu, ondertussen is de wetenschap gelukkig verder gevorderd en zijn we als leraar in de professie iets meer opgeschoven in de richting van duidelijke richtlijnen over hoe de effectiviteit eruit ziet. Hoe ziet zo'n onderzoek er grosso modo uit? Heel simpel gesteld, wat gaat men doen? Men gaat gaan kijken wat de evoluties zijn van leerlingresultaten over tijd en men gaat die koppelen aan leraargedragingen. Bijvoorbeeld, verschillende klasprestaties die je hier nu ziet staan, sterke groepen, zwakke groepen. Nadien volgt instructie door een leraar. Heel dikwijls zijn dat rekenen en taal als outcomes. Op het einde van het schooljaar bijvoorbeeld, of bij het begin van een volgend schooljaar, worden er nieuwe metingen gedaan. En dan blijkt dat een leraar niet zelden een toegevoegde waarde biedt aan het leerproces van die leerling. En die added value, die oranje balkjes die je hier ziet staan, dat zorgt natuurlijk nu voor een heel interessante insteek voor onderzoekers. Want men kan na verloop van tijd, wanneer je dit soort onderzoeken gaat doen, over vele jaren heen met vele scholen en vele docenten, dan kan je daar een aantal patronen in ontdekken. En het zijn die patronen die men eruit haalt en waarin men kan omschrijven van dat zal vermoedelijk een effectieve leraar zijn. Ik zou durven zeggen dat ook zeker nu in tijden van pandemie en deeltijdse schoolsluitingen, dat net nu de effectiviteit van een leraar misschien nog belangrijker is. Laten we eens kijken naar het ene welbepaalde onderzoek in de Verenigde Staten, waarin men een aantal leerlingen uit het lager onderwijs volgt, fourth graders, 7 à 8-jarigen. Dan ga je gaan kijken, stel nu dat je een groep van de high achievers hebt, dus de strafst presterende leerlingen, en die krijgen per toeval 3 jaar op rij les van de minder effectieve leraar, dan zie je dat de high achievers, dus de sterkste leerlingen, toch nog 90% van die leerlingen slaagt voor een examen, wiskunde in dit geval, 3 jaar nadien. Dus tegen dat ze in 7th grade zitten, slaagt nog 90% van die leerlingen. De zwakker presterende groep, daarvan slaagt slechts 42% op een examen na 3 jaar. Weinig verbazingwekkend, want je hebt natuurlijk nu een selectie genomen van leerlingen die low achievers zijn. Maar stel nu dat diezelfde groep leerlingen door het lot les zouden gehad hebben van een effectieve leraar. Zoals gemeten in die voorgaande onderzoeken. Wat blijkt dan? Dan gaan de high achievers, dan slaagt iedereen. Dus er is geen enkele leerling meer die niet slaagt. Maar laat je die effectieve leraar ook los op de groep van de low achievers, dan zien we dat in die groep toch ook 90% van die leerlingen erin slaagt om een overgangsexamen wiskunde te maken in het lager onderwijs. En dat is toch wel een kenmerk dat heel opvallend is. Dus we zagen daarnet ook al dat in het model van directe instructie met hoofdletters, dat een rol van het expliciet maken van instructie blijkbaar goed was voor leerlingen in disadvantaged milieus. En hier zien we dat in die effectiviteitsstudies opnieuw de kenmerken van de effectieve leraar bepalend zijn voor het welslagen van de leerling. Nu, dit soort onderzoeken dat leidt tot lijstjes, observaties. Je gaat kijken naar effectieve leraren, wat doen die dan? Een van de bekendste lijstjes
zijn ontwikkeld door, door onder andere Barack Rosenshine, maar ook Good and Brophy in de laatste editie zie je hier nu staan. Dat is Good en Lavigne. En daar zijn er een aantal richtlijnen waarvan je denkt, dit lijkt vrij logisch. Bijvoorbeeld in de lijst van Barack Rosenshine die je daar ziet staan. Begin a lesson with a short review of previous learning. Herhaal wat je de vorige les hebt gezien. Ja? En een aantal van die richtlijnen die je daar ziet staan, onderscheiden dus effectieve van minder effectieve leraren. Nu, het samenvoegen van al die gedragingen die je daar ziet staan, die hebben ze ook directe instructie genoemd in wetenschappelijke literatuur. Waarheid niet dat hier geen hoofdletters gebruikt worden. Dus dit hier, het onderscheidt zich met hoofdletterinstructie, DI, met het feit dat dit geen totaalpakket is. Hier zit bijvoorbeeld geen curriculum ingebouwd. Hier zit geen lerarenopleiding, geen lerarenprofessionalisering ingebouwd. Dit gaat eigenlijk puur over het lesgeven. Maar de didactische principes daarachter, die komen wel grotendeels overeen. En dit soort onderzoek, lerareneffectiviteitsonderzoek, loopt tot op de dag van vandaag nog verder en vindt heel regelmatig nog altijd dezelfde bevindingen. Namelijk de expliciete instructie die een leraar geeft, is van fundamenteel belang over vakdomeinen en vakgebieden heen. Nu, dat was een tweede tak. De volgende takken zijn een stukje beknopter, maar zijn eigenlijk vooral om aan te tonen dat telkens hetgeen ik nu verteld heb over directe instructie soms terugkomt met andere benamingen. Oude wijn, nieuwe zakken, zo'n dingen. Onderzoek sinds de jaren 2000, gericht naar leerlingen met special educational needs, SEN vaak in Nederland genoemd, hè. Die heeft sinds de jaren 2000 een nieuwe benaming daarvoor gevonden, namelijk expliciete instructie. Dus sinds de jaren 2000 vind je reviewstudies terug waarin men zoekt welke interventies hebben nu een effect gehad op leerlingen met bijzondere onderwijsnoden. Je ziet hier achter mij een aantal van die kenmerken weer verschijnen die, denk ik, ondertussen niet meer zo nieuw overkomen. De leerstof die aangeboden wordt in beheersbare, relatief kleine, behapbare stukken voor de leerlingen. Duidelijk uitleg, duidelijk instructie, met een heel actieve betrokkenheid van de leerlingen erbij, zodanig dat ze veel kansen krijgen op feedback en heel veel ruimte om oefening te bieden voor de leerlingen, zodanig dat die skills ook op lange termijn behouden blijven. In een relatief recent artikel worden die vijf pijlers ook in een mooie zuilencomplex weergegeven, zoals je hier ziet staan. Nu, ook heel of iets recenter in het onderwijsveld is de invloed van de cognitieve psychologie. En dat is dan wel terug experimenteel onderzoek, waarin dat men een aantal interventies vergelijkt tussen groepen. Bijvoorbeeld wordt die dan gepubliceerd in spraakmakende artikels zoals je deze hier ziet staan. Improving Students Learning, fantastisch artikel van John Dunlosky en collega's. Maar ook het andere artikel dat je hier ziet staan van Henry Rüdiger, waarin de titel ook inexpensive staat, wat ook heel interessant is. Namelijk de bevindingen uit die studies zijn eerder gratis van aard en kosten veel minder dan één iPad per leerling, bij wijze van spreken. Wat komt daar dan uit die studies? Wel, stel nu dat je in een experiment leerlingen voor het aanleren van woordenschat 3 keer 10 minuten laat oefenen, op een onderdeel rond woordenschatverwerving en je geeft een onmiddellijke test en een test na 1 week. En een andere groep laat je gedurende 1 moment oefenen, maar dan 30 minuten, zodanig de totaal in oefening wel gelijk is, met een onmiddellijke test en een test na 1 week. Dan merk je dat er 2 interventies zijn die je dus met elkaar kunt vergelijken. Je kunt dus gaan zeggen welke aanpak heeft beter gewerkt bij deze doelgroep. Het ene gespreid leren, het ander eerder gebundeld leren. Wat zie je dan uit bijvoorbeeld het resultaat van dit onderzoek? Dat het op een onmiddellijke toets niet zoveel uitmaakt. De groepen die gespreid dan niet gespreid geoefend hebben, we scoren gemiddeld gelijk. Maar wanneer je de test uitstelt na 1 week, dan zie je dat de groep die 3 keer 10 minuten geoefend heeft, beter presteert dan de groep die op 1 moment geoefend heeft. Nu, dat is natuurlijk ook de rol van een leraar. Een leraar beslist in zijn of haar les hoeveel tijd er besteed wordt aan oefening en hoe die oefening gespreid wordt in de tijd. En dat leidt dus, die bevinding, die cognitief-psychologische bevinding die men het spacing effect noemt, het spreiden is beter dan het op 1 moment oefenen, die bevinding die legt dus eigenlijk opnieuw een stukje verantwoordelijkheid mogelijk bij de leraar, bij het inrichten van zijn of haar didactisch proces. Uit die cognitieve psychologie komen ook lijstjes, niet per se met leraargedragingen, maar wel met effecten over hoe mensen leren, denken, vergeten en onthouden. En het spacing effect heb ik zo pas
al verteld aan jullie. Maar er zijn nog een heleboel andere effecten, zoals de laatste drie die je in dit lijstje ziet staan, die bijvoorbeeld leiden, of die grosso modo als grootste gemeenschappelijke deler hebben, dat een jonge lerende niet altijd perfect in staat is om het eigen leren op een adequate manier te monitoren, wat dus eigenlijk opnieuw de rol van een leraar en de verantwoordelijkheid van een leraar versterkt. Dus wat merken we? Dat je uit verschillende types van studies een soort van convergerend bewijs aantreft over wat de rol van een effectieve leraar kan zijn. En dat is waanzinnig interessant. Tot op heden gaat dit voort en er zijn nieuwe onderzoekstakken die ook steeds meer in die richting gaan wijzen. Bijvoorbeeld, hoe leer je kritisch denken? Ook door expliciete instructie over kritisch denken. Hoe leer je nieuwe talen aan? Dit artikel heel onlangs verschenen. Nieuwe taal aanleren, ook expliciete instructie door een expert. Wat maakt dat het een soort van tandpasta-fenomeen bijna wordt. We zien dat er een soort van groeperingen van didactische componenten ervoor zorgen dat iets effectief is. Maar het is niet altijd heel gemakkelijk om te zien welk onderdeel van de tandpasta er nu eigenlijk voor zorgt dat het de tanden van de kinderen proper houdt. Dus al die aanpakken die we tot nu toe gezien hebben, die hebben heel veel gemeenschappelijk. Maar het vergt nog heel wat onderzoek om nu echt te gaan pinpointen van wat zijn nu de essentiële onderdelen die ervoor zorgen dat die instructie nu effectief is. En dat is nog boeiend voor de komende jaren om dat uit te klaren. Op dit moment zou ik nu, en dit is een stukje glazen bol dat ik nu in jullie richting gooi, of het nu directe instructie met hoofdletter is, directe instructie met kleine letter, of het nu expliciete instructie is, wat voor mijn part naar voren komt, is dat de leraar een cruciale rol heeft en dus ook een mooie verantwoordelijkheid heeft bij het leren van de leerlingen. Ja? Heel veel onderwijskundige modellen die leerlingen te veel eigenaarschap, en nu gebruik ik een soort van, voor mijn part, een jeukwoordje dat te vaak te pas en te onpas gebruikt wordt, door te veel eigenaarschap bij een leerling te leggen, dan denk ik soms, is zo'n kind van 10 jaar, moet dat al eigenaar zijn van het leerproces? Kunnen we dat ook niet gewoon een stukje bij de leraar hoofdzakelijk leggen en dat gradueel, naarmate een kind ouder wordt, de verantwoordelijkheid meer in de richting van een kind gaan schuiven? En dat wordt enerzijds ook een stuk bevestigd door de onderzoeken die ik zo pas besproken heb. Wat blijkt daar nu naar voren te komen? In alle onderzoeken in deze branche blijkt de sequentie van leerfasen heel belangrijk te zijn. De expert bepaalt wat wanneer gegeven wordt. De helderheid waarbij een leraar door voorbeelden te geven, door te demonstreren, door te modelleren, blijkt een heel cruciale factor te zijn. We zien ook dat expliciete instructie niet vergeleken mag worden met het saai passief zitten en absorberen van informatie. Nee, we zien dat in al van die vormen heel veel actief, engagerend, interactieve interactie ontstaat tussen leerling en leraar. En dat is heel mooi en trouwens ook fantastisch om te doen als leraar. Daardoor krijg je ook heel veel feedbackkansen die je in de richting van het kind geeft. En uiteraard hoort daarbij een component, een soort van oefencomponent, waarbij een leerling de gelegenheid moet krijgen om sterker te worden in het beheersen van het vak. Goed, dat was mijn bondig verhaal dat ik voor didactief wou brengen over een stukje geschiedenis van expliciete vormen van instructie, waarom ze succesvol gebleken zijn en waar we misschien in de toekomst nog verder kunnen aan werken. Ik dank u voor uw aandacht. Dag, ik ben Juliet Hondelink, leerkracht groep 8 van IKC, de expeditie in Didam. Ik maak een koppeling van de leerzame presentatie van Tim Surma aan de praktijk. Tijdens het luisteren naar zijn verhaal poppen er allemaal voorbeelden uit de praktijk op. Een heel lang verhaal, dus ik zal er een aantal uitpakken, toelichten. Ik volg zelf het expliciete directe instructiemodel van Marcel Smeijer. Een goed boek. Het heet het EDI-model, die daarin wordt beschreven. Daarin in het boek staan alle stappen over een heldere, actieve instructie heel goed verwoord. Een combinatie van het boek en de kwaliteit van de leerkracht zelf zorgt voor een mooie autonome leerkracht. Verder, de 10 principes van Barak Rosenshine werden genoemd door Tim Surma. Die 10 principes van Rosenshine, er mag een dubbele uitroepteken achter wat mij betreft. Zoals Tim Surma aangeeft,
Bij een instructie is een cruciale rol van de leerkracht verantwoordelijkheid van het leren van de leerling. Ik zie het zo voor mij. De leerkracht heeft een helikopterview over het hele proces van leren en zorgt daarbij ook voor eigenaarschap bij de leerling zelf. Dat proces gaat in stapjes waarin de leerling goed begeleid moet worden. Een paar praktijkvoorbeelden daarbij zijn kindgesprekken, waarin je als leerkracht en kind naar het leerdoel van het kind gaat kijken en de leerling begeleidt in het proces naar het doel. Wat heb je nodig en wat wil je leren? Als de leerlingen inzicht hebben in hun eigen leerresultaten, dan kunnen ze zichzelf inschrijven voor keuzeinstructiemomenten. Je hangt een vel papier op aan de muur en daarop geef je aan wanneer er extra herhaal instructiemomenten zijn en de leerlingen kunnen zelf hun naam erbij zetten. Sommige kinderen schrijven zich niet in en jij hebt natuurlijk overzicht van wie eigenlijk de instructie wel even extra nog nodig heeft. En dat verdient eigenlijk weer een heel mooi gesprek met de leerling. Wat ook fijn werkt, is een spiekschrift aanleggen. Met alle stappen, waarin je alle stappen opschrijft van de les. De oudere kinderen kunnen dat zelf opschrijven. De jongere kinderen zou je kunnen zeggen, ik zorg voor kant-en-klaar blad met alle stapjes. En die plakken de kinderen in hun schrift. Ook de kinderen die moeite hebben met handschrift, met schrijven, zou je ook zo'n blad al kunnen geven. Eens even kijken. Van daaruit kun je ook werken aan heel veel oefenkansen. Terugkijken in je spiekschrift en weer de opdracht maken. Herhaling, herhaling, herhaling. We zijn zo gewend in het onderwijs om maar door te stomen. Maar waar staat de groep? Het opgejaagde gevoel moet eraf, vind ik. Herhaal een les, herhaal nog een les en check aan het einde van de week de laatste lessen. Verder, de basisvaardigheden verdienen de aandacht. Ik denk altijd zo, heb je eindelijk de som uit de redactiesom gehaald, weet je niet hoe je moet uitrekenen. De kinderen, die kunnen elkaar fantastisch helpen. Want dan spreidt de hulp zich ook door de hele klas. En dan gaat het als een olievlek. En zo kan iedereen zijn leerdoel behalen. Ook thuis erbij betrekken. Zorgt voor een goede samenwerking. Zorgt voor transparantie. Transparantie naar de groep, naar jezelf, maar ook naar de ouders. Een goede driehoek tussen leerkracht, leerling en ouders. En zorg voor een goed pedagogisch klimaat, plopte bij me op. Dat is ongeveer het allerbelangrijkste. Als je goed in je vel zit, veilig klimaat, goed in je vel, dan kom je ook tot leren. Ook leerkrachten. Want door vooral veel in de klas te experimenteren, komen weer op nieuwe bevindingen. En daaruit groeit weer iets moois. Dit was mijn korte reactie op het verhaal van Tim Surma. Dank jullie wel.